Valkenberg wel een ontlading gelijk weer, hè? Felicitaties ook voor Simon Gelder, is meer dan terecht? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat 2-2 is eigenlijk wel terecht resultaat. Misschien dat we hebben heel weinig weggegeven, denk ik. En eigenlijk zijn we de wedstrijd beter geweest. Toen de twee onnodige goals, eigenlijk kom je op een gegeven moment in de eerste helft zo weg. En in de tweede helft zet je het wel recht. Qua een wedstrijd als deze is eigenlijk altijd, voelt het als een overwinning? Nee, toch ook, ja, als je hem zo laat maakt, is het altijd lekker natuurlijk. Maar ik denk ook dat er vandaag weer meer ingezeten had dan alleen dat ene punt. En dat is toch ook wel weer een beetje balen. Het gaat eigenlijk mis in de eerste half uur van de wedstrijd, hè? Daarmee geef je het uit handen. Ja, precies, want er is verder niks aan de hand. En daarna geef je feit ook gewoon helemaal niks van weg. Dus die twee goals zijn echt twee goals op zich. En ja, dat is toch wel heel balen dat het dan meteen twee zijn. Want dan zie je dat de tweede helft eigenlijk net te kort duurt om nog door te drukken. De tweede was wel extreem gelukkig, hè? Want jouw oogpunt was, wat ging er nou mis? Die tweede goal die zij maakte? Ja. Ja, het is gewoon een ongelukkige bal. En, een voorzet die wat zwabbert. En dat zijn wel gewoon, je weet nooit wat zo'n bal doet. En, ongelukkig momentje van Kees, maar dat gebeurt. Wat is er weer in de rust gebeurd? Zijn er nog dingen gezegd? Mensen boos geworden? Nou ja, we hebben gewoon meer benadrukt tot... We gaan gewoon. We sluiten het seizoen af. Dit jaar lekker af is voor ons ontzettend succesvol geweest. En laten we nou gewoon zien. Gaan we het veld, gaan er met z'n allen voor. En gewoon echt een tandje erbij. En ik denk dat je dat wel goed gezien hebt in het tweede. Want wat voor gevoel heb jij nu na de eerste seizoen? Heb je zo'n gevoel van, ja, we kunnen misschien wel überhaupt boven de streep eindigen rechtstreeks? Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat is heel snel antwoord ook gelijk. Ja, maar ik denk als jij een beetje gevolgd hebt in ons spel, dan weet je dat het ook een reëel antwoord is. We zijn geen één wedstrijd denk ik weggespeeld. En we hebben het ons ook toe gestand gehouden, over onze kansen gecreëerd en onze mogelijkheden gehad. Dus wij zijn voor eigenlijk nog geen één toe van. En elke week gaan wij weer in om te winnen. En dat zal straks niet anders zijn. Al dus de clubtopscore gedeeld van Excelsior. Je begint al te lachen. Ja, maar niet zo gek hoor, inderdaad. Ja, ontzettend leuk. Belangrijk dat keer op de toppunt. Anderzijds zou het niet goed zijn als je het aan het eind van het seizoen ook nog bent, denk ik. Want dan is er ergens anders iets misgegaan. Ja, dat klopt. Succes. Ja, dank je. Dank je wel.